We'll find a way, I'm more now. Some call me busy, I'm more now. Funanai kowa neira. No, they said that I saw. Ik ben Ritje Moussaba, ik ben 18 jaar. Ik ben aanvallende middenvelder, maar ik kan ook op nummer 6 of nummer 8 spelen. Ik hou van dribbelen, ik wil graag aan de bal zijn. En voor de rest, ik ben ook iemand die echt een teamspeler is. En ik heb ook wel scorevermogen, dus ik kan ook wel van een doelpuntje meepikken. Ik ben een blij persoon, ik ben altijd vrolijk. Dus je kan altijd gewoon met me lachen en dat soort dingen. Ik ben wel een beetje verlegen, maar als ik wel voel van... dat ik goed in het team ben opgenomen, net als nu, kan ik wel gewoon mezelf zijn. Dus daar heb ik niet echt veel moeite mee. Zo gelijk sinds dag 1 ben ik goed ontvangen. Dus ik heb wel daar een positief gevoel bij. Dus het is ook fijn, want er zijn ook andere spelers, zoals Thomas Buitink, waar ik gewoon goed mee ben. En die helpt me ook wel. En een paar mensen ken ik al, maar niet echt persoonlijk. Maar voor de rest ben ik wel gewoon goed ontvangen, dus dat is wel fijn. Er is op het moment een beste jonge groep, veel jonge spelers. Zoals je zei, Thomas Buitink is er bijvoorbeeld één van. Ja. Zijn dat ook de jongens waar je veel mee optrekt? Ja, over het algemeen wel. Maar natuurlijk ga ik ook veel met de rest van de groep om. Dus dat is niet echt, het is niet echt een probleem voor mij. Ik kan wel gewoon met iedereen goed opschieten. Dus dat helpt ook wel heel erg om goed bij het team te voelen, zeg maar. En dan de trainingen hier op het trainingskamp in Portugal. Zijn die anders dan in Nederland? Wat merk je voor verschillen? Het was de eerste dag en het was gelijk intensieve training. Dus op zich is het wel goed om gelijk scherp te beginnen, het jaar scherp te beginnen. Maar voor de rest, de verschillen kan ik nog niet echt benoemen. Want ik heb pas 2 trainingen gehad hier. Vergeleken met in Nederland, daar heb ik al twee maanden ongeveer. Sinds oktober getraind, dus daar kan ik nog niet echt heel veel over zeggen. Ik vind het wel fijn op zich. Hij is gewoon een rustige persoon die me ook vertrouwen geeft. Dus dat doet me ook goed. En ik voel me ook gewoon mezelf tijdens de training. Dus ik kan ook gewoon laten zien wat ik kan. En stel dat de trainingskamp komt nu ten einde en je gaat door richting de tweede seizoenshelft. Mm-hmm. Waar ga je heen? Wat zijn je doelen? Ja, voor mezelf focus ik mezelf gewoon op het voetbal. Om mezelf te ontwikkelen en... ik ben heel erg blij met de kans dat ik gewoon met het eerste mag trainen. Dus, en dat is voor mij ook belangrijk voor mijn ontwikkeling. Maar ik denk dat ik na de trainingskamp precies hoor van hoe en wat. Wat mijn toekomst is bij deze club. Het is mijn 6e seizoen. Ik ben er heel erg trots op dat ik hier zo lang mag zijn. Ik heb veel meegemaakt, veel ups en downs. Maar voor de rest voel ik me heel goed hier. Het mooiste moment, een van mijn mooiste momenten is natuurlijk voor het eerst bij de wedstrijdselectie zitten van Vitesse 1. Dat vond ik wel echt een mooi moment. En voor de rest, dat ik gewoon uitnodiging heb gekregen dat ik hier stage had mogen doen. Dat vond ik voor mezelf ook echt, daar was ik heel erg blij mee. Maar voor de rest heb ik hier wel ook veel discipline geleerd om, wat een echte topsporter nodig heeft om uiteindelijk de top te behalen. En dan, Vitesse is er heel druk mee bezig, ook in de jeugd. En dus daar heb ik ook heel veel van geleerd. En dat heeft me ook wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. We hebben begrepen dat je familie behoorlijk fanatiek is met jou kijken. Ja. En ik zie dat je dat ook wel beaamt. Ja, dat klopt. Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Dat doet me ook goed om mijn ouders en mijn ouders vooral trots te maken. Mijn broer komt ook af en toe kijken tijdens wedstrijden, als hij tijd heeft. Maar het doet me echt heel goed dat ik mijn ouders daarmee blij kan maken met de passie. Want uiteindelijk hebben zij er ook voor gekozen dat ik hier mag spelen bij Vitesse. Dus dat doet voor hen ook extra veel deugd. Is dat ook de drive die achter jou zit? Of zijn er bijvoorbeeld andere dingen die je echt zegt van daar doe ik het voor? Ja, natuurlijk ook voor mijn ouders. Gewoon om mijn familie gewoon trots te maken. Maar ik zelf hou echt van voetbal. Ik ben er al sinds mijn 4e mee begonnen. Dus het zit er gewoon echt in me. Dus het is ook echt mijn passie. Dus ik doe het ook vooral voor mezelf ook. Ja. Droomparken, sponsor van Vitesse TV.